Welkom bij Rijnmond Nieuws. In deze uitzending zal het instorten van een in aanbouw zijnde woonwinkeltoren in het centrum van Rotterdam centraal staan. Eerst laten we Ed Alders aan het woord over het weer voor morgen. Ook vrijdag is een prima dag met een afwisseling van zon en bewolking. Het blijft vrijwel overal droog en temperaturen komen uit op zo'n 12 of hooguit 13 graden. In het centrum van Rotterdam stortte vanmiddag even voor 12:30 twee verdiepingen in van een in aanbouw zijnde woonwinkeltoren, de zogeheten B-Tower. Het gebouw staat in de Hennekeinstraat vlak achter de Bijenkorf. Vijf bouwvakkers raakten zwaar gewond toen de twee verdiepingen tijdens het betonstorten naar beneden kwamen. Collega's die in de buurt aan het werk waren, zeiden dat het klonk als blikseminslag en ze hoorden een hoop gegil en paniek. Betonbrokken, vlechtwerk en steigerdelen kwamen samen met de zes slachtoffers naar beneden. De gewonden werden naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. De meeste hebben botbreuken. De omgeving werd afgezet en winkels in de directe omgeving moesten dicht. Een politiehondenteam stond klaar om eventueel nog slachtoffers onder het puin te zoeken. Uiteindelijk zijn vijf bouwvakkers zwaar gewond geraakt en viel er één lichtgewonde. In de directe omgeving van de Hennekeinstraat in Rotterdam Centrum staat verslaggever Marlies Harting. Marlies, jij was vanmiddag al vrij snel ter plaatse. Wat trof jij aan? Ja, Suzanne, toen wij hier kwamen vanmiddag was het echt net gebeurd. De politie was nog bezig om alles af te zetten. De hulpdiensten reden af en aan. En we zagen ook dat ze waren op dat moment bezig om de slachtoffers uit het gebouw te halen. We zagen van die brancards naar beneden worden getakeld. Nou, in eerste instantie werd er gesproken over vijf slachtoffers. Uiteindelijk bleken dat er zes te zijn. Henk van der Velde van de politie Rotterdam-Rijnmond. Uiteindelijk dus zes slachtoffers. Ja, dat klopt. Vijf slachtoffers zwaar gewond, ernstige verwondingen. Praten we over meerdere breuken, bekkenbreuken, dat soort dingen meer. Dus ernstig gewond. Eén slachtoffer heel licht gewond, maar die is hier ter plekke behandeld door een motorambulance. Is op dit moment zeker dat er echt geen mensen meer onder het puin kunnen liggen? Daar gaan we wel van uit. Er zijn tellingen geweest aan de hand van de lijsten en de opgave van de aannemer en dat soort dingen meer. En we gaan ervan uit dat we inderdaad met die vijf zware en die één lichtgewonde, dat we daar de gewonden mee hebben. Maar we sluiten helemaal niets uit, want er kan natuurlijk altijd iemand in het gebouw geweest zijn waarvan niemand weet gehad heeft. Die er misschien ook wel helemaal niet thuis hoorde. Dus nou, momenteel is de situatie zo dat er gekeken wordt om de situatie in het gebouw veilig te maken. Er moet geen instortingsgevaar meer zijn. En op het moment dat die situatie daadwerkelijk veilig is, dan zetten we een speurhond in. En die zal nog één keer in het gebouw een ronde maken om te kijken of er daadwerkelijk niets is. Maar nogmaals, we gaan ervan uit dat we de gewonden geteld en op deze manier compleet hebben. Dan waren ze bezig om beton te storten daar, maar is er al iets bekend hoe dit nou heeft kunnen gebeuren? Nee, dat is nog niet bekend. Dat zal het onderzoek echt uit moeten wijzen van de diensten die hier nu bezig zijn. Dat is de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, de Arbeidsinspectie, Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rotterdam en onze eigen technische recherche, de FO. En dat zal uiteindelijk uitsluitsel moeten geven. Maar op dit moment, ja, we gaan ervan uit dat het gebeurd is bij het storten van beton. Dat daarna enkele vloeren, twee vloeren zijn ingestort. Maar hoe en wat, dat is nog niet exact bekend. En die mensen van die onderzoeksdiensten, die kunnen nu dan al wel het gebouw in? Nou, dat doen ze heel omzichtig. Ze zijn inderdaad van de buitenkant al benaderd van wat is nu de onveiligheid, waar bestaat die uit. Het ziet er naar uit dat er enkele platen en een pilaar zorgen voor een instabiele situatie. Nou, op het moment dat ze dat hebben vastgesteld, dan gaan ze niet het pand in. Maar dan zullen we ervoor zorgen dat wellicht in samenwerking met de bouwer, met de aannemer, die onveilige situatie wordt opgeheven. En daarna kunnen de diensten het gebouw in om te kijken van wat is nu de oorzaak geweest, om daar naar onderzoek in te stellen. Het gebied is nog steeds afgezet. Winkels zijn gesloten die daar vlak achter lagen. Hoe lang gaat dat nog duren? Nou, de winkels die zitten nu natuurlijk tegen sluitingstijd aan. Dus dat is op zich niet zo'n probleem meer. Dus die zullen niet meer open gaan. In dit geval die paar winkels die tegenover dit pand liggen. En dat de straat afgezet is, ja, dat is zolang het onderzoek duurt. Maar ook daarna, de bouwer die zal uiteindelijk ook alle ruimte nodig hebben om de rommel die er uiteindelijk ontstaat op te ruimen. Dus die blijft nog geruime tijd afgesloten waarschijnlijk. Enig idee wanneer de resultaten van dat onderzoek bekend zullen zijn? Nee, dat zou koffiedik kijken zijn. Daar kan ik echt niet over zeggen. Maar ik neem aan dat iedereen erbij gebaat is om daar zo snel mogelijk helderheid over te hebben. Maar de termijn kan ik daar echt niet aan hangen, sorry. Dankjewel, verslaggever Marlies Harting.
Tot het moment dat de twee verdiepingen van het in aanbouw zijnde gebouw aan de Hennekijnstraat instortten, was het een gewone vakantiedag. Publiek liep lekker te winkelen, personeel was druk. Wij spraken een aantal ooggetuigen, onder wie een medewerker van de nabijgelegen schoenenwinkel aan de lijnbaan. Nou ja, je hoort in eerste instantie gewoon ontzettend veel geluid, veel herrie, instorten, buizen, gillen van mensen. En ja, ik vermoed al gelijk wat er aan de hand was. Ik kwam met de koopgoot. Toen hoorde ik een knal. Toen stortte ineens de hele stelling. Toen stond om de hoek een man te werken. Die stortte gelijk naar beneden. Die zag het gebeuren. Ik sta gewoon te trillen, man. Ik vergeet ook nooit van mijn leven dat ik mijn oude tram bestuurde. Ik heb zelf twee onder mijn wagen gehad. En dat vergeet je ook nooit van je leven. Maar dit zou ik ook nooit van mijn leven meer vergeten. Dat ongeluk weer ziet. Het enige wat door mij overging was op dat moment was red mijn eigen huid. Hij is even weggerend naar buiten. Toen we van buiten aankwamen kon ik een paar van mijn eigen mensen, een paar van mijn eigen collega's niet vinden. Ja, op dat moment dan ren je weer naar binnen, omdat het zijn mijn collega's. Dus dan rennen we naar binnen. Toen we boven aankwamen zagen we daadwerkelijk wat er echt gebeurd was. En toen slaat het best wel om. Dan denk je best wel van, ik had daar kunnen liggen. Wat ga jij nu doen? Ik ga naar huis. Ik ga mijn vriendin omhelzen. En even met haar op de bank zitten. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb kwam kort na het ongeluk naar de Hennekijnstraat. Hij sprak met collega's van de slachtoffers, de hulpverleners en de pers. Ik ben zelf naar de collega's geweest. Die zijn hier achter in het gebouw opgevangen. Die zijn enorm in schok. Ik heb grote waardering voor de collega's die het allemaal zien gebeuren op de verdieping waar gestort werd en onder de verdieping waar gestort werd. Die hebben als eerste hulp geprobeerd te verlenen. Ook de politie die snel te plaatsen was, heeft geprobeerd hulp te verlenen. En onze gedachten gaan in dit stadium vooral uit naar de slachtoffers zelf, naar de gewonden en naar de families van de gewonden. Er zal onderzoek worden verricht door de inspectie van de gemeente, maar ook door de Rijksinspectie. En dan zal vastgesteld komen te worden wat er precies eigenlijk gebeurd is en hoe dat zo is gekomen. Die feiten, daar moeten we helaas nog op wachten. En een van de aanwezigen was Karel Terwel van de TU Delft. Hij kwam foto's maken van het ingestorte gebouw en denkt wel enig idee te hebben van de oorzaak. Als je een vloer gaat maken, wat er dan meestal gebeurt is dat je eerst stempels neerzet. Dat zijn een soort satéprikkers. Daar komt een bekisting op te staan, dus dat is van hout of van beton. In dit geval lijkt het erop dat dat beton is geweest. Een dun laagje is dat en daarbovenop wordt het vloeibare beton wordt gestort. Dus die beton is in het begin is dat vloeibaar, dat is een soort vla zeg maar. En dat moet uitharden heet dat. En dan heb je een mooie stevige vloer samen met de wapening die erin zit. Op het moment van storten, dan moeten die satéprikkers samen met dat dunne laagje beton moeten dat hele gewicht overeind houden. Het lijkt erop dat dat niet het geval is geweest. Dat de constructie het gewicht van het beton niet kon houden? Ja, dus dat is een tijdelijke constructie die later weg wordt gehaald, dat die dat gewicht niet kon houden. Gaan we verder met het overig nieuws. Overleg tussen de RET en de minister van Verkeer en Waterstaat heeft geen enkele zin. Want de bezuinigingen op het openbaar vervoer staan muurvast in het regeerakkoord. Dat zegt de Tweede Kamerfractie van de VVD. De liberalen sluiten zich aan bij hoogleraar mobiliteit Meurs, die gisteren in onze uitzending zei dat fors bezuinigen op het openbaar vervoer mogelijk is, zonder dat de reiziger er iets van merkt. Hoe dan? Marktwerking. Aanbesteding van het OV in de grote steden levert miljoenen op. Het betekent dat de RET niet automatisch in Rotterdam de komende 15 jaar het openbaar vervoer kan doen. Binnenkort moet ook de RET de concurrentie aan om het openbaar vervoer in Rotterdam te blijven verzorgen. 40 miljoen euro bedraagt de bezuiniging van het kabinet Rutte op de stadsregio. En de plannen zijn gecontroleerd door het Centraal Planbureau. Einde monopolie RET in Rotterdam, als het aan de VVD ligt. Als je geen concurrentie hebt, ja, dan word je vaak een beetje lui en gemakkelijk. En dat geldt op zich niet voor de man die op de bus zit of op de tram. Maar dat geldt natuurlijk wel voor de hele organisatie en al die mensen in de grote kantoren. 40 miljoen bezuinigen bij de RET door het openbaar aan te besteden, dat is een onmogelijk bedrag. De RET ziet niets in de plannen. En bovendien zegt het bedrijf de afgelopen 5 jaar al veel efficiënter te werken. 50 miljoen lagere kosten en 20% meer openbaar vervoer op straat. Want wij moesten bewijzen dat we net zo duur, of eigenlijk moet ik zeggen net zo goedkoop, zijn als de collega-bedrijven. Toch kan het nog beter volgens de VVD. Die wijst naar de successen in het streekvervoer.
Overal daar blijkt dat er meer bussen rijden, dat de kwaliteit van de bussen beter is, de punctualiteit is beter en het kost minder geld. Dus waarom zou dat in Rotterdam niet ook kunnen? Een busvervoer in Drenthe is toch echt iets heel anders dan bus, tram, metro in Rotterdam. Het wel eens niet een spelletje zal de komende maanden nog vaak worden gespeeld. De RET wil graag in overleg, maar voor de gesprekken is weinig hoop. Wat is de kans van slagen? Nul. Komt de Turkse moskee aan de Tulpstraat in Leerdam er nu wel of niet? Al 4 jaar is het bestuur van de moskee bezig de bouwvergunning rond te krijgen. Maar omwonenden zien het niet zitten, een moskee voor de deur. Morgen worden de bezwaren gehoord door de Raad van State. Deze lege basisschool gaat tegen de vlakte en een moskee voor een groot deel bestaand uit glas komt ervoor in de plaats. Het wordt een mooie gebouw en... Met een glasbol bovenop en zijkanten en voorkant helemaal transparant. Dat je binnen kan zien dat de mensen niet denken van nou dat is verdacht. Dat heb je heel vaak. En glas is ook natuurlijk een stukje Leerdam. Hij dacht dat er niet veel protest zou zijn omdat de Turkse gemeenschap al lange tijd in deze buurt zit. In dit gebouw. Toch begrijpt hij de buurtbewoners wel. Ik vind het heerlijk als mensen opkomen voor hun rechten en als zij denken dat het iets verkeerd is gegaan of er is iets verkeerds aan de gang, ja, nou, dan moeten ze voor opkomen en dat vind ik gewoon prachtig. Als de camera uitstaat willen de omwonenden best vertellen wat ze ervan vinden. Liever niet bij hun voor de deur, die moskee. Maar met draaiende camera wil slechts 1 mevrouw vertellen wat ze ervan vindt. Het is sowieso een veel te modern pand, wat dus eigenlijk gewoon niet past in onze wijk. Plus dat het zo'n impact gaat hebben op onze wijk, op onze veiligheid, veiligheid voor de kinderen, dat we daar gewoon niet blij mee zijn. En wat zou dit nou voor consequenties hebben voor de veiligheid van uw kinderen? Ja, die wordt heel groot. We krijgen, ik weet niet of dat u dat nu kunt zien, een heel smal stoepje hebben we nu aan deze kant. We hebben aan de overkant nu een heel ruim plek voor de kinderen om te spelen, zodat we ze ook in de gaten kunnen houden. Dat komt allemaal te vervallen en er gaat veel meer verkeer komen. Sinds 2006 is het bestuur van de Anadolu Moskee bezig om het gebedsgebouw aan de Tulpstraat te krijgen. Morgen hoort de Raad van State de bezwaren van de omwonenden. En ook de gemeente Leerdam, die verantwoordelijk is voor de beslissing om de moskee daar te bouwen, hebben wij om een reactie gevraagd, maar niemand wil voor camera reageren. Het zal de gebruikers niet ontgaan zijn. De Merwede-Lingelijn tussen Dordrecht en Geldermalsen ligt de hele herfstvakantie stil. ProRail bouwt aan 5 nieuwe stations en verbouwt nog eens 9 bestaande stations. In plaats van 2 treinen gaat de lijn naar 4 treinen per uur. En om te zorgen dat dat allemaal lukt, moet het traject op de schop. 9 bestaande stations krijgen dubbel spoor, zodat de treinen daar elkaar kunnen passeren. De perrons worden uitgebreid. En er komen 5 nieuwe stations bij de snel verrijzende Vinex-wijken. Was het nodig, deze extra voorzieningen op deze lijn? Ja, dat is heel hard nodig. En dat heeft te maken met het feit dat wij heel graag willen dat er een alternatief komt voor de auto. En dat mensen ook bewust kunnen kiezen voor goed openbaar vervoer. De Merwede-Lingelijn was in 2005 bijna dood. Heeft een nieuw leven gekregen en blijkt aan een enorme behoefte te voldoen. Naast de grote investeringen door de provincie heeft die provincie ook de regie over de vernieuwing aan het traject. Nee, dit zouden gemeentes nooit zelf hebben kunnen doen. Want zo'n Merwede-Lingelijn gaat over de grens van gemeentes heen. Van Geldermalsen tot aan Dordrecht. En dan moet je ook nog je aansluitingen hebben. Bijvoorbeeld met het onderliggende bussysteem. De aansluiting met treinen of misschien wel de waterbus. Nou, dat hele netwerk van openbaar vervoer, dat is een taak van de provincie. Die hebben wij met verve opgepakt en gezegd van daar hoort die Merwede-Lingelijn ook in. Hoewel er veel ongemak is, valt het door de herfstvakantie mee. In die herfstvakantie proppen we eigenlijk al die werkzaamheden waarbij 's ochtends vroeg tot 's avonds laat gewerkt wordt. En als we maandag weer gaan rijden met de treinen, dat is dan natuurlijk Arriva die met die treinen gaat rijden. Dan kunnen we in de tussentijd kunnen we ook met werkzaamheden bezig zijn. Maar daar heeft de reiziger dan geen last van. Halverwege volgend jaar moet de dienstregeling met 4 treinen starten. Het hele project moet in 2012 afgerond zijn. Op de redactie staat Ruud van Os. Ruud, Sparta heeft een speler op non-actief gesteld. Om wie gaat het en wat is er los? Het gaat om Emmanuel Boacci. Die zou volgens Sparta een flink aantal afspraken niet zijn nagekomen. De club wil hem daarom ontslaan.
Nou, daar is een arbitragezaak voor nodig. En totdat die arbitragezaak dient, heeft Sparta Bouwachi dus op non-actief gesteld. Volgens Sparta zou Bouwachi te veel verkeersovertredingen hebben gemaakt met zijn leaseauto van de club en die niet hebben betaald. Hij zou ook misbruik hebben gemaakt van zijn tankpas. En hij zou niet verschenen zijn op enkele belangrijke afspraken die waren gemaakt om hem weer fit te krijgen. Want zoals bekend stond Bouwachi lang met een knieblessure aan de kant. De oud-Ajaxiet hoorde daarom vanochtend, vlak voor de training, dat hij niet meer welkom is op het kasteel. En Ruud, wat is het verweer van Bouwachi? Nou, zelf zwijgt hij. Hij laat zich vertegenwoordigen door de VVCS, door Louis Everaert. Maar ja, die hebben we de hele dag geprobeerd te bereiken. Maar die man neemt zijn telefoon echt nooit op. En dan hebben we nog een speler van Sparta waar een probleem mee was. Ja, dat is Jesse Majele. Dat is de tweede spits van Sparta achter Johan Voskamp. Die had last van heimwee naar Limburg. Is vorig jaar overgekomen van Fortuna Sittard. En om die jongen wat tegemoet te komen, wordt zijn contract per directe ontbonden. Jesse Majele is dus vrij om te gaan en staan waar hij wil. En dat ze ongetwijfeld terug naar Limburg zijn. Dankjewel, Ruud van Os. Zijn afscheidssymposium heeft hij al achter de rug, maar traumachirurg Han Boksma loopt nog gewoon 2 weken rond op het brandwondencentrum in het Maastadziekenhuis in Rotterdam. Daarna gaat de brandwonden-expert toch echt met pensioen. Althans, hij blijft onderzoek doen, maar de chirurgie zit er voor hem op. Ik heb 36 jaar in dit ziekenhuis gewerkt. En als het dan op een end komt, dan denk je daar eigenlijk dubbel. Aan de ene kant, aan alles komt een end en er is een tijd dat je wordt opgevolgd door anderen. En zo moet dat ook gaan. Maar het is wel een beetje dubbel gevoel om te verlaten waar je zo'n groot deel van je leven hebt gepasseerd. Het Maastadziekenhuis moet dus verder zonder Han Boksma. Zijn opvolgers staan klaar, maar met zijn vertrek ziet het brandwondencentrum een berg aan kennis en ervaring verdwijnen. Een centrum dat Boksma in 1983 zelf nog meehielp op te zetten. Toen ik kwam in 1974 in het ziekenhuis hadden we een brandwondenafdeling. Maar dat was op een gegeven moment niet meer tegemoet aan de eisen die de tijd stelde aan kwaliteit waar je die mensen zou moeten verzorgen. Ik was toen al wel heel erg gegrepen door die brandwonden. En ja, als je dan in de gelegenheid wordt gesteld om dan nog weer mee te denken en te doen aan de bouw van een nieuw centrum, dan is dat alleen maar een enorme uitdaging erbij. Vanwege zijn kennis van zaken werd Boksma bij grote rampen in binnen- en buitenland regelmatig opgeroepen om ter plaatse hulp te verlenen. We hebben een aantal heftige gebeurtenissen meegemaakt. De meest imponerende voor mij in mijn carrière, dat zijn de vliegramp in Faro geweest en de Volendam cafébrand. Die natuurlijk een enorme impact hebben gehad hier. En met name die eerste ramp die we hebben gehad, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Toen is de psychologische groep ook met onze verpleegkundigen en andere medewerkers met een aantal mensen toch echt enorm in gesprek moeten gaan om daar ook doorheen te komen. Want je zet het niet allemaal zo van je af. Oké, Elijah, zijn we dan? Hoe is die? Er wordt weer even een foto gemaakt, hè? Dat weet je, hè, Elijah? Nou, het was gisteren, zat het vaster als wat het nu is. Komt al. Gaat het goed, hè? Elijah? Yes. Kan je nog iets laten zien? Ja, want dat vind ik echt zeker veel. Wat voor truc is dat nou weer? Oh, dat heb ik nog nooit gezien. Zo, we kijken. Dat is mooi, hè? Elijah, je doet het hartstikke goed, man. De Volendam-ramp. Dat waren natuurlijk allemaal jonge lui in dat café en ja, de grootsheid daarvan met ernstige brandwonden, een aantal levensbedreigend verbrand. Er zijn overleden ook een aantal van deze jonge lui. En we hebben ook een heleboel van deze patiënten in ons ziekenhuis behandeld, vrij langdurig. En ja, dat is uitermate intensief, waar het me emotioneel enorm heeft geraakt. Tot huilens toe, dat is bij kinderen en met name kinderen die je verliest, die je dus niet er doorheen kan halen. En daar is een gevoel van onmacht en van oneerlijkheid. En zeker als je dan zelf kinderen hebt en je al die gevaren ziet, dan, dat is wat ik mee naar huis heb genomen. En de rest moet je inderdaad ergens wel een barrière kunnen opwerpen, want anders kan je dit werk niet altijd doen, denk ik. Boksma neemt afscheid, maar blijft nog wel onderzoek doen. En dat onderzoek is uiteraard nodig. Goed met je benen. Ja? Doet er geen pijn meer? In de brandwondenzorg gaat op het ogenblik de ontwikkeling vooral over de vraag van hoe we de littekenvorming goed kunnen beïnvloeden. Het maken en het toepassen van kunsthuid. Of we dat litteken gewoon volwaardiger weer normale huid kunnen maken. Dat staat heel erg voorop op dit moment. Nou, je gaat lekker televisie kijken verder met papa.
Ik ga alles en iedereen missen. Ik ben nooit met tegenzin naar mijn werk gegaan. Het is absoluut niet zo dat ik de deur straks achter me dicht doe volgende week en dan zeg van hé, gelukkig, dat heb ik gehad. Helemaal niet. Maar televisie is belangrijker. Yeah. Oké, okay. Succes. Hou je op de hoogte. Bedankt. Joep, dag. En verderop in dit uur groene stroom of horizonvervuiling. De mogelijke plaatsing van 4 windturbines aan de rand van het Groene Hart leidt tot veel discussie. Dat is de fabriek. Ja, daar kun je hem zien. Het brouwhuis is 40, 45 meter hoog. Dat betekent dat de windturbines 3 keer zo hoog worden. Dat is het beeld wat je gaat zien en dan 4 maal. Ja, dat is toch wel flink hoog dan. Zometeen in Wat Nou Zuid-Holland. Dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws vind je op rijnmond.nl. Nog een prettige dag verder.